Vandaag staat Animal Rights voor de rechter. Want elk jaar worden maar liefst 10.000 ganzen vergast in Nederland. Straks, eind mei, begint het vergassingsseizoen weer. Wij komen al sinds 2015 op voor de ganzen in Nederland. Dit is een afschuwelijke daad, want rijden de ganzen die niet kunnen vliegen, worden samen met hun jongen die net veren krijgen, vergast. En wij willen dat dit zo snel mogelijk stopt. Animal Rights 2 verzoeken heeft ingediend bij de minister om de regels te handhaven die gelden voor het vergassen van ganzen. Daar zijn nu eigenlijk nauwelijks toezicht op. En Animal Rights vindt dat het sowieso niet zou mogen, het vergassen van ganzen. Maar ja, als de wetgever er anders over denkt, dan moet dat in ieder geval zoveel mogelijk waarborgen bevatten voor het dierenwelzijn. We hebben een heel goed verhaal. En dat komt er in de kern op neer dat Duke heel unieke activiteit eigenlijk heeft bedacht. Het vergassen van ganzen en dan verhandelen als voedsel. Dat er eigenlijk nooit goed is naar gekeken welke regels er allemaal daarvoor gelden. Volgens ons zijn de regels zo dat wat hij doet niet mogelijk is. En we hebben hele goede hoop dat we deze zaak winnen.